Ten eerste, heren, hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat goed. Ja, ja. Met mij ook. Ja, super. Goed om te horen. Waar ik mee wil beginnen voordat we het over het album gaan hebben is... Rico, weet jij nog je eerste indruk van Styx? Ja, heel goed. Moet ik de indruk vertellen? Of de als je wil, ja. Hij was een beetje een tof mannetje. Jong. Heel jong. En stond buiten te rappen. Op een avond, zeg maar, ergens bij Hedon. Mm. Maar hij rapte super tof. Ik dacht, wauw, hij kan wel goed spitten. Mm. Dat is een beetje de eerste indruk. Mm. En andersom? Ja, hij was een beetje een timide mannetje. Oud, heel oud. Nee, ja, ik was vanaf het begin af aan was ik heel erg onder de indruk van zijn rappen. Want hij zegt dan voor de vorm van hij kon heel goed rappen, maar hij kon helemaal niet goed rappen. Daar heb ik een beetje van hem geleerd, zeg maar. Weet je, dus, maar hij was echt, hij is 5 jaar ouder dan ik ben. Mm-hmm. En daardoor was hij ook natuurlijk, dus had hij een voorsprong. En vanaf het begin dacht ik, oh, dat is echt tof. Dus dacht ik, nou, misschien moeten we gewoon een keer moet hij naar de studio komen. Duurde dat lang vanaf die eerste ontmoeting naar dat je... Ik kan me dat niet meer goed herinneren, maar voor mij... Het 20 jaar geleden, ja, dus weet het echt niet. Voor mij vrij snel. Oké. Okay. Ja. Toen kwam ik in de studio terecht bij ergens echt op een zolderkamer volgens mij. Ja. En ja, gewoon heel crappy ass natuurlijk. Het was allemaal... het was ook al 20 jaar geleden, weet je wel. Dus de computer was voor mij net, bestond net. Mm-hmm. Gek huis. Nee, maar ja, dat was gewoon eigenlijk meteen al vanaf het begin... ja, weet je, de hele... Verbinding elke keer was gewoon het rappen, spitten. Okay. En ik vond hem heel goed. Hij zegt dat hij dingen van mij geleerd heeft, maar ja, ik vind het een eer om te horen. Maar hij was sowieso al gewoon echt op level. En vanaf dag 1 was het echt gewoon een soort op een vriendschappelijke manier, weet je, een soort gezonde competitie tegen elkaar aan rappen. Want ja, dat wilde ik vragen. Van, was er een competitie-element? Was er iets van, nou, ik wil toch iets beter zijn op deze verse? Naar mij of nou, voor beide, want over ja, de jaren heen. Ja, er is altijd wel competitie in die zin dat we elkaar scherp houden. Hmm. Ja. En is dat dan ook iets dat zich verder trekt naar... Nou, je hebt natuurlijk Topnotch, het is een vrij hechte groep rappers, muzikanten. Trekt dat zich ook verder door daarin? Nee, dat zeg je nou wel, maar ik ken lang niet iedereen die muziek uitbrengt op Topnotch. Sterker nog, ik ken eigenlijk bijna niemand daarvan. Okay. Dus ja, ik bedoel, ik weet wie het zijn, maar ik ken ze niet persoonlijk, bedoel ik dan. Hè. Ik denk niet dat wij echt anderen beïnvloeden of zo. I don't know. Maar. Nee, ik denk misschien wel gewoon de hechte groep in Zwolle sowieso, weet je wel. De jongens van Blabla destijds en Thai. Weet je wel, dat wel een soort van... Kern was. Ja, kern was inderdaad. Ja, en dan... ja, over Opgezwollen, daar hebben we geen tijd voor, dus dat wil ik even overslaan. Nee, maar ja, Opgezwollen is ook gewoon, daar is al zoveel over gezegd, denk ik. Ja, dus ik weet niet of dat ook het interessantste onderwerp is voor dit interview. Mm-hmm. Maar, dus ik wil even eigenlijk terug naar ongeveer anderhalf jaar terug of zo. Toen het idee was gekomen van we gaan weer met z'n tweeën op het podium staan. Oh ja, ja. Wat was toen de ambitie in zekere zin? Was het puur echt van oké, we gaan doen een paar shows en daarbij laten? Ja, er was geen ambitie. Oké. Okay. Dus, maar we hebben wel de juiste mensen om ons heen die wel die ambities hebben. En, maar in het begin was het gewoon een show bij Bitterzoet. Daar was een hiphopfeest die vierde een 2-jarig bestaan. En die vroeger kunnen Rico en Styx optreden, want dat vinden we tof. En toen was ik net klaar met Great Minds. Plaat en hij was net klaar met Ivy. En dus we traden allebei even niet op en dan hadden we zoiets van, zullen we dat een keer doen? Dat is best wel lachen. Mm-hmm. Als een soort uitje voor ons ook, weet je wel. Mm-hmm. En nou, toen hebben we dat gedaan en het was zo leuk. Dan hadden we een hele positieve avond. En toen zei Hedon, de popzaal in Zwolle, zei van ja, maar wij krijgen die vraag wekelijks of jullie samen willen optreden. En dan ga je het een beetje in Bitterzoet in Amsterdam doen, weet je, wat is dat nou? Dus toen zeiden wij van ja, daar heb je wel gelijk in. Dus toen gingen we ook in Hedon een show doen. Die was binnen een half uur uitverkocht. Dus kwam er een tweede avond bij. Mm-hmm. En dat ging net zo snel. En toen kwam Lowlands en die zei ja, maar wij krijgen die vraag ook altijd. Wil je dat niet doen?
toen zeiden wij van ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om op Lowlands op te treden. Zo ging het balletje rollen. Ja. En toen hebben we wel mensen in onze omgeving gehad, zoals Kees de Koning en zoals Arjen Witsen, manager een tijd lang, die zoiets hadden van waarom zullen we niet daar een beetje een plan omheen bouwen qua live shows. Weet je, van dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Ja. Ja, want we hebben jullie ook gesproken met Lowlands en daar, ja. daar zei je van, ja, er werd gevraagd van, ja, komt er ook nieuwe muziek? En, dat is een goede foto en jij van. Zei van, ja, als het goed is, dan is het goed. Dus wat maakte de situatie nu afgelopen jaar zo goed? Ja, dat is wel waar. Ja, helemaal gelijk, sowieso. Ja, weet ik niet, wat maakte de situatie goed? We waren op een gegeven moment, na de tour, kwamen we een keer bij Cubus, gingen we langs, bezoek. En ja, goed, als je daar op bezoek gaat, dan stap je in de muziek. Okay. Gewoon echt letterlijk. Ja. En hadden ze iets van laten een track opnemen. En dat viel goed. En een week erop hebben we weer afgesproken. Ja, na een paar weken hadden we een track of 4, 5. En toen begon het echt wel ergens op te lijken. Tenminste, voor een compleet plaatje. Het was iets van, ja, nou gaan we gewoon verder maken een vet album. Mm-hmm. De sfeer was heel goed. Hele goede atmosfeer, sfeer. Super gezellig en heel... Ja, heel relaxed allemaal. Gewoon heel erg vanzelf ging het. Heel ongedwongen, heel los. Mm-hmm. En dat maakte ook dat we echt al heel snel op een soort scherpte waren. En op een soort, weet je, met de neus dezelfde richting op. En vooral veel muziek maken. Ja. Was er nog een beetje elkaar aanvoelen? Want jullie hebben natuurlijk over de jaren wel wat met elkaar gewerkt, maar niet meer in deze context. Nee, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, het was... Het ging eigenlijk vanzelf, ja. We hadden het wel direct te pakken eigenlijk. Okay. Ja. En dat komt ook wel door Cubus, weet je, want Cubus die heeft een soort hele losse manier van muziek maken. Mm. En dat trok ons ook een beetje in die vibe of zo. Ja. Ik denk toch wel dat hij daarmee te maken heeft. Ja, dat weet ik. Ja. Misschien wel bijna zeker. Ja. Kun je me meenemen na een dag in de studio? Misschien een dag dat... Ja, ja, zeker. Zeker. Moet je even kijken wanneer je kan. Dan doe Maar we gewoon... Nou, meestal spraken we om een uur of... dat bedoel je? Eén af. En dan maakte QP... Ik vergeet elke keer Percolator. Zeg ik het nou goed? Ja, maar zo heet het dan zo niet. Heet het dus weer niet. Nee, maar, maar zo'n ding wat wel. Iedereen Percolator noemt. Ja. Wat dus eigenlijk geen Percolator is, maar dat is... Iets wat je dan weer leert als je dus veel met koffie. Hij zet de koffie, zeg maar. Ja, uur of één. Ja, en dat duurt ook lang altijd, de koffie zetten. Wees ook langer dan dit verhaal. Ja. Maar dan had je ook wel echt meteen een goede bak koffie. En dan spraken we de week door. Of een beetje ouwe hoeren. Dat, ja. Ja, en daarna ging hij eens een beat tikken zo. Weet je, hij heeft allemaal, aan elkaar, modulair. Hij heeft van die modulaire synths en dan ging hij een beetje beginnen. En dan gingen wij, als het een toffe beat is, als die beat gewoon goed is, dan gaan wij wel schrijven. Dat zit in ons. En dat was eigenlijk ook altijd het geval. Ja, hij had altijd best wel hele goede beats eigenlijk. Ja. En dan gingen we schrijven en dan een half uur iedereen in een hoekje van de kamer. En dan een half uur zeg ik zo, waar schrijf jij over? Weet je wel? En dan zegt hij... Zeg ik niet. Nee, maar mag niet kijken. Nee, niet kijken. Nee, dan zegt hij van ja, we hebben het daarover. En meestal kwam het wel overeen, omdat we al dus gewoon daarvoor allemaal gesprek hadden gevoerd bij die koffie waar hij het net over had, zeg maar. Dus en omdat je net aan toeren bent en omdat je elkaar 2 keer per week ziet, want we doen elke dinsdag en donderdag in de studio, dan heb je op een gegeven moment wel, weet je wat er speelt bij elkaar en leeft. Mm-hmm. En, dus de teksten gingen ook wel redelijk vrij snel in dezelfde belevingswereld. Wat was het eerste nummer dat tot stand kwam of een beetje... Dat weet ik niet meer. Er waren een paar tracks die waren al tof, maar zijn niet op de plaat gekomen. Okay. En ik denk dat Sneaker Fris toch wel een van de eerste was. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja. De eerste track is ook een van de eerste waarvan we dachten dit is hem. Okay. We hadden een paar opwarmen rondjes. Panzerwagen is er niet opgekomen. Oh, ja. En... weet dat? Thijs voor Thuis, dat is een goeie. En zo hebben we een paar tracks liggen die we niet afgemaakt hebben. Maar inderdaad, Sneakers Fris was de eerste.